Sin resa till Vancouver. Så att vi får väl vi kanske ska vända oss mot den nu ett ögonblick när lastbilen väl sätter igång. Man ska se en sån här, jag tror att det sker vilket ögonblick som är. Thank you.
Vad heter Mars? Hus med dig. Angua. Omas, ich ga jetzt los, ja. Anu. Lena, denk nog kort in zaad, hey maas, anu. Wacht, kijk eens naar laas, zoals ik geen groos kijk je kwaas. Eet ik hier nergens bij begon hem. Nog daar het lina, hey maas, anu. Juist nog om hey maas, anu. Geen hem is er nog hey maas, ogen. Nog daar het lina, hey. Tot mijn straat, ga ik het zoals ik ja. En een goede hotel, die zijn nog je baas. En ik dood het gezellig dat hij maas zag, hè. En ik ga alles, ik krijg het van kakap aan nu. Kakap, schaap, kakap aan nu. Ik ga een doekkulai. Ik ook om eens recht zo terug te maken. Dus ja, melkkulai. Alle sie gut ist das das Thema mit Gas will was ist in der Kapas. Wa. All right, just to give you a very brief English version of our mother tongue as a message to the chiefs of your country, of your society, the chief ladies of your society, to all of the people of Sweden. It is a great day in our history. It is a great day for our people. Your hospitality of our hosts, in fact all of you, will never be forgotten. This message and this will be brought back to our chiefs in our territory to let them know how comfortable we've been made, how safe we feel in our country. With the return of this totem that just passed us, that was loaded on a truck, with the return of it, our ancestors will be smiling once more. Our grandchildren, some of whom are with us, people who have the same blood in their veins as those that carved the original pole, will have a better time and will be very happy when we see this pole return to our territory. Once again, your hospitality has been acknowledged, and we want to thank you one and all for coming out and joining us. To all of our friends in the museum, thank you, thank you, thank you. Thank you.